Het nieuwe beleid dat het ministerie van Openbare Werken voert, werkt, zegt minister Riyad Noor Mohammed in een gesprek met de redactie. De bewindsman stelt dat heel wat perceel-eigenaren gehoor hebben gegeven aan de oproep van de overheid om hun percelen te onderhouden of zich te houden aan de nieuwe voorschriften. Maar er zijn ook gevallen waarbij het moeilijk wordt gemaakt voor het ministerie. We hebben als regering een besluit genomen dat het ministerie van OV met GBB een aantal stappen volgt. En de procedure is, dat is het raadsbesluit, dat we die gronden identificeren, een foto en een naam publiceren. Zoals weet je niet van wie het is, maar dat doen wij het werk op de achtergrond. Wij gaan naar Mechelis en wij doen mee om na te gaan wie die eigenaar is. Dan hopen we zo contact te krijgen met de eigenaar. Maar stel je voor dat het niet gebeurt. Het kan boedel zijn, daar hebben we een probleem. Dus we willen vooral die problemen oplossen. Waar er eigenaren zijn, heb je gezien in de, als je goed kijkt in de binnenstad en buiten de ram, dan ziet u dat heel veel mensen hun perceel hebben schoongemaakt, gebouwen omlaag hebben gebracht. Heel veel van die verlaten gebouwen. Dus het werkt. De minister zegt verder dat er een periode van 3 maanden wordt uitgetrokken, alvorens er een traject wordt ingezet om een perceel in te trekken, als de eigenaar niet reageert of het perceel zelf schoonmaakt. Dit gebeurt in samenwerking met het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Met de juristen wordt zo'n perceel op een gegeven moment ingetrokken, punt uit. Het is zo simpel als het is. Het is in de vrijdag gebeurd, we hebben in de vrijdag 3 percelen ingetrokken op die manier. Als een burger naast zich zo'n perceel heeft en er is een dringende zaak, bijvoorbeeld een boom die misschien wil vallen op een manier zijn huis of zo, dan kunt men wel contact maken met Openbaar Groen aan de Kerkkampweg. En dan komen we kijken of we zulke dingen kunnen oplossen in eigen beheer, maar ook ervoor te betalen. Dat zijn de 2 extreme oplossingen die we hebben ervoor. Noor Mohammed zegt dat er ook heel wat verlaten percelen en gebouwen in vooral de binnenstad van Paramaribo zijn. Sinds het vorig jaar heeft het ministerie haar beleid aangepast om ordening te brengen in dit deel van het beleid.